Het was een fantastisch jaar voor Ajax, sowieso. Echt heel erg leuk geweest voor Ajax-fans. Echt, nou ja, kampioen geworden, Champions League gehaald. Dit is een misverstand en dat ga ik even ophelderen. Er zitten een aantal mensen die dat misschien niet weten. Ajax heeft namelijk ook een heteroseksueel mannenelftal en die hebben het dit jaar minder goed gedaan. Dus vandaar dat sommige mensen dachten van, dat zijn mensen die dat mannenvoetbal volgen, die zijn daarmee bezig. Maar in principe, ja, ik vind vrouwenvoetbal een beetje een 2022 woord, moet ik zeggen. Maar goed, het vrouwenelftal van Ajax is dit jaar kampioen geworden. Ik ben niet bij de huldiging geweest, die was er niet. Maar er was wel voor het eerst een klassieker Ajax-Feyenoord in de Johan Cruijff Arena. En daar was ik. Uitverkochte Johan Cruijff Arena. Het zat helemaal vol. Helemaal vol met vrijkaartjes weliswaar. Die uit waren gegeven aan alle pupillen in de wijde omtrek van Amsterdam die op voetbal zaten. En hun ouders om dat stadion maar vol te krijgen voor dat vrouwenvoetbal. En ik zat daar ook tussen. En het was wel leuk tot het moment dat die vrouwen het veld opkwamen. En er echt een redding, ik had het zelf niet aanzien komen, een redding over mijn rug liep, omdat ik me opeens realiseerde, maar dit is geschiedenis. Dit is emancipatiegeschiedenis. Die vrouwen die nu het veld komen, toen die meisjes waren, konden ze zich niet voorstellen dat zij ooit als profvoetballer in de Johan Cruijff Arena zouden mogen optreden. Er was, toen zij klein waren, was er nog helemaal geen betaald voetbal voor vrouwen. Ajax had geen team. Feyenoord heeft nog geen 3 jaar een eigen vrouwenvoetbalteam. En opeens realiseer ik me dat, hoe bijzonder dat is, dat het zover is. En die vrouwen lopen dat veld op. Moet je dat geluid, hè, van 40.000 moeders die vakantieplannen zitten te maken. Heel indrukwekkend. En ja, daar kan je dan negatief over doen. Dat ze niet genoeg geïnteresseerd waren in dat voetbal. Maar dat is juist goed voor het voetbal. Dat niemand zich bemoeit met die vrouwen. Het ging dit jaar nogal over de onveilige werksfeer. He, mensen die een onveilige werkplek hadden. Nou, moet je maar eens naar het heteroseksuele mannenvoetbal gaan. He, dat is geen veilige werkplek voor de jongens die daar hun werk doen. Die zijn met z'n 22 een potje aan het voetballen. En er zitten er 40.000 aangeschoten mannen die zich allemaal met hun werk bemoeien. En dat gaat niet op de manier waarop je dat op cursus leert. He, dat is niet van, hey, ik merk bij mezelf dat als jij die bal naar links speelt, dat ik, en ik zie dat natuurlijk vanuit een heel ander perspectief, omdat ik ergens anders ben, maar ik denk, ik geef het je toch even mee. Ik zie een opening, zo gaat het niet. Het gaat allemaal heel rechtstreeks en met heel veel medische termen erbij.